En dingen doen op je werkplek om jullie te laten zien dat je op je werkplek ook fysiek actief kan zijn. Dat je dus niet direct hoeft te denken dat je naar een gym hier ergens op de hoek moet gaan. Of ik weet niet wat. Dat je dus ook activiteiten kan doen op je werkplek. En die zijn broodnodig. Zeker voor de mensen die veel zitten vanwege het werk dat ze doen. De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Dus mocht het zijn dat je klachten hebt aan jouw spieren, aan jouw gewrichten of zenuwen, dan kan je je aanmelden bij de fysiotherapeut om begeleid te worden. Mocht het zijn dat je conditieproblemen hebt of je wil beginnen met sporten of bewegen, maar je weet in principe niet hoe je de opbouw moet maken, dan kan je ook bij de fysiotherapeut, want die kan jouw hartfunctie, longfunctie ook optimaliseren om die conditie te verbeteren. Maar hoe kan je tijdens werkuren zoveel als mogelijk fysiek fit zijn? Want vaak genoeg, precies wat mijn collega Tanja uitlegde, we zijn zo geconcentreerd, we achter de computer bezig zijn. En dan pas 3 uur staan we op en dan kom je met naar huis, dan heb je rugklachten, je voeten doen je pijn. Terwijl je om productiever te werken, zou je tijdens werkuren ook al wat activiteiten moeten doen en zo min als mogelijk constant zitten. Ja? Rechts, links. Op. 3. Op. Je hebt net 2 oefeningen gedaan. Hoe voel je? Je voelt wel in ieder geval dat je bezig bent. Ja, maar voel je je ook actiever? Ja. Heb je niet die zin om juist achter die pezen iets snel in te gaan voeren? Ik denk dat je zo enthousiast bent als Nederland. Maar je voelt wel dat je een beetje hyper bent. Ja. Je hebt een beetje energie ontwikkeld. En dat bereik je eigenlijk met fysieke activiteit. Je moet lang zitten vervangen met bewegen. Ja toch? En wat je ook moet doen, is je moet door regelmatige beweging, moet je proberen om zoveel als mogelijk rechtop te staan en niet achter die bureau zo blijven zitten. We zijn gekomen aan het eind van deze activiteit. Ik hoop dat het leerrijk voor jullie was, maar niet dat het hier moet blijven, maar dat jullie het gaan meenemen en toepassen in jullie dagelijkse werkzaamheden hier op de werkvloer. Ik hoop dat de informatie is blijven.